Ja, naar wie moet ik luisteren, meneer de voorzitter? Naar u of naar hem? Ik speel, zoals je misschien kan zien, want ik heb een pruik op. Ik kom net van de set gelopen. Peter R. de Vries. De misdaadjournalist die in deze serie een cruciale rol speelt in de rechtszaak rond Willem Holleder. Toen ik gebeld werd om te auditeren voor deze rol, toen heb je zo'n mengeling, omdat natuurlijk het een beladen figuur is, nu Peter R. de Vries geworden door zijn dood. Dus je krijgt een soort verantwoordelijkheid in de schoot geworpen en tegelijk een soort kans om daar goed mee om te gaan. En daar hangt natuurlijk ook heel erg af van wat voor scenario je krijgt. En ik vond het ook heel mooi hoe de figuur Peter R. de Vries in deze serie is vormgegeven, omdat het geschreven is na zijn dood, dus in dat besef. Er zit er vanuit het scenario zitten er ook heel veel kanten aan waarin Peter R. de Vries zelf praat over een leven van bedreigd zijn. Hoe ga je om met gevaar in je leven? Ik heb lang geleden met mezelf afgesproken dat ik dat soort dingen geen invloed op mijn leven laat hebben. Kijk hier. Ja, zo sta ik erin. Kijk, we kennen allemaal Peter R. de Vries. Iedereen kent hem natuurlijk uit de media. Maar dan ga je flink op YouTube kijken, toch nog weer. Ik weet dat ik heel lang als studiemateriaal een interview dat hij is gehad heeft met Sven Kokkelman hebben bekeken. Ik probeer natuurlijk ook, zonder dat we gaan imiteren. Hij had natuurlijk wel een specifiek stemgeluid om dat voor elkaar te krijgen. En dat, ja, dat gebeurt bij mij door lang te luisteren, door maar steeds in de buurt bij zo'n stem en zo'n figuur te zijn. Dus zo werk je in de figuur. Ik hoop dat ze heel veel plezier gaan hebben met deze serie, met deze actuele geschiedenis die eigenlijk pas net achter de rug is. En die eigenlijk nog ook bezig is. En ik hoop dat wij een mooi werk hebben geleverd. Ik hoop dat ik het ook een beetje goed gedaan heb. Want ja, iedereen heeft natuurlijk een oordeel over en een mening over Peter R. de Vries. En over hoe hij deed en hoe hij eruit zag en zo. Veel plezier, zou ik willen zeggen. Ook wij trekken onze schoenen uit als we naar binnen gaan. Mm-hmm. Moet u helemaal zelf weten.